Een hele goede maandag. Ja, maandag en eindelijk is Raziel er weer een keertje op de maandag. Aartsengel Raziel. Jullie kennen hem vast wel, de engel van wijsheid en van verborgen wijsheid. Aartsengel Raziel brengt nieuws. Wat voor een nieuws? Elke keer weer anders. Voor wie is dat nieuws? Het nieuws is er voor iedereen die het horen wilt. Hetgeen wat Raziel ons vertelt, heeft altijd te maken met een groter geheel. Raziel moedigt ons, mij, jou, altijd aan om van een afstand naar situaties te kijken. De oorlog tussen het licht en het duister dat zich nu voltrekt, waar we nu middenin zitten, zou je als mens, want het is eigenlijk als mens helemaal niet te bevatten wie waarbij betrokken is, maar zou je het makkelijkste kunnen bekijken als allerlei spellen die tegelijk worden uitgespeeld. Dus zie voor je hoe je Monopoly met Risk en Stratego, noem maar op, alles stapelt zich op. En dan van een afstand er doorheen kijken wat waar gaande is. Voor ons mensen is dat haast niet te doen en eigenlijk ook echt niet te doen, want wij hebben heel veel informatie niet. Aartsengel Raziel brengt mij telkens boodschappen. Die geeft hij aan mij en soms zegt hij tegen mij, de God Daniel, deel het met een ieder die het horen wilt. En dat is dan ook wat ik doe. De boodschappen van aartsengel Raziel. Ik lees ze voor, ik schrijf ze op. Ik lees ze voor en jij mag ermee doen wat jij wilt. Zijn er stukjes die met jou resoneren? Helemaal prima. Ik zeg het elke keer weer, ik blijf het ook altijd zeggen. Zijn er stukjes die niet met jou resoneren? Ook helemaal prima. Merk je dat jouw bewustwording verandert, dat je bewustwording groeit? Doe dan de moeite om eens wat filmpjes terug te kijken. En luister dan eens wat Raziel bijvoorbeeld een half jaar geleden voor een boodschap doorgaf. Of een jaar geleden, of weet ik wat. Ben je er in elk geval bewust van dat jouw bewustwording groeit en dat dat met zich meebrengt dat je perceptie ook steeds weer verandert? Trouwens, perceptie is haast wel een magisch woord geworden als we Raziel mogen geloven. Deze week de boodschap van aartsengel Raziel. Ik lees hem voor je op. Je doet er maar mee wat je wilt. Je weet, ik zet het strakjes op YouTube, want dan kun je het makkelijk onder elkaar allemaal snel bekijken. Misschien ook leuk om gewoon eens te scrollen en te kijken waar het filmpje stopt en dan eens opnieuw te luisteren naar dat betreffende filmpje. Is maar een ideetje. Maar voor nu ga ik het voor je voorlezen. Mijn naam is aartsengel Raziel. En ik ben gekomen om je deze boodschap te brengen. De bewoners van de aarde kunnen een versnelling in energie merken. Want in de oorlog tussen het duister en het licht is de strijd der titanen openlijk en zichtbaar. Dat is helaas nodig. Het universum dat ernaar streeft om de mensheid op de aarde te beschermen tegen de gruwelijkheden van het duister, kan niet voorkomen dat er toch slachtoffers vallen en dat de mens toch bloot wordt gesteld aan gruwelijkheden. De mens zal het moeten weten. De mens zal moeten weten dat er een duistere macht al veel te lang regeert en dood en verderf zaait. Maar weet dat het universum de mens zoveel mogelijk beschermt tegen de daden van het duister. Dat wat zichtbaar wordt getoond zal uiteindelijk een topje van de ijsberg zijn. De mensheid wordt hierin beschermd. Dappere strijders van het licht. Dappere strijders van het licht maken bijvoorbeeld
bijvoorbeeld onder de grond de meest gruwelijke en angstaanjagende zaken mee. Zij worden op reddingsmissies en op missies der vernietiging gezonden. Er zal in de toekomst meer voor de mensheid hieromtrent te zien zijn. Er wordt meer bekendgemaakt over deze geheime missies. De menselijke strijders van het licht overleven niet allemaal deze missies. Wij, de engelen, wij waken over hen. En wij brengen hun zielen naar het licht, mocht dit nodig zijn. Zij die overleven. Zij die overleven worden zo snel mogelijk opgevangen in, en dan doet hij tussen haakjes, healingskamers. Helingkamers. Daar worden deze strijders opgevangen. Hier worden hun lichaam, geest en ziel geheeld. Hier zijn wij, de engelen, ook zeer nauw bij betrokken. Maar naast ons nog vele anderen. Het leven voor de mensheid verandert. Langzaam maar zeker wordt de mensheid erop voorbereid dat er meer is tussen hemel en aarde. Schrik hier niet van. Het zal namelijk een enorme groei voor de mensheid mogen betekenen. De mens heeft in de fase van vrede duidelijk het startschot kunnen horen. Dit startschot luidt een nieuwe, openlijke fase in de strijd tussen het licht en het donker. De bewoners van de aarde, ze komen steeds meer zelf aan zet. Zij krijgen te zien wat er speelt en zij mogen zelf in actie komen. Belangrijke wereldse zetten zijn gezet. En deze zullen grootse veranderingen wereldwijd met zich mee gaan brengen. Sommige gebeurtenissen zullen zich snel achter elkaar voltrekken. Andere hebben iets meer tijd nodig. Maar over het algemeen versnelt de energie en zullen gebeurtenissen gaan plaatsvinden, openlijk. De mensheid heeft moeite om alle gebeurtenissen te kunnen verwerken, om ze te kunnen plaatsen of om verbanden te kunnen zien. Maar zie het eenvoudig, zie het als een domino-effect. Het instorten, soms letterlijk, van het duister is voor iedereen te zien. De crash komt eraan en zal als een tsunami kunnen aanvoelen voor veel mensen. Het woordje crash mag je opvatten in de meest brede zin van het woord en op allerlei gebieden. Grote hoeveelheden waarheid komen als een stortvloed over de mens heen. Wij engelen. Wij engelen willen de mens ervoor waarschuwen dat de dreigingen voor de gezondheid van de mens echt zijn. Onderschat de verdorvenheid van het duister niet. Ook niet nu we in de fase van vrede zijn aangekomen. Wees gewaarschuwd. Het duister herhaalt zetten. Het duister herhaalt haar zetten op allerlei gebied. De voedselketen is in gevaar, maar zal overleven. Echter, het is wel aan de mens zelf om keuzes te maken.
kiest de mens voor de kunstmatige voedingsindustrie? En let hierbij op het woordje industrie. Of kiest de mens voor natuurlijke voeding, de natuurlijke weg? Het is een keuze. De mens mag kiezen. En aan elke keuze kleven consequenties. Kiest men voor het reddende medicijn, dan is dat een keuze. En de mens mag kiezen. Kiest men voor het blindelings volgen van dat wat machthebbers menen te moeten doorvoeren, dan is dat een keuze. En aan elke keuze hangen consequenties. Stel jezelf de vraag: is deze maatregel die wordt ingevoerd er voor de mens? Of dient het een agenda of misschien wel een portemonnee van iets of iemand? De mens mag kiezen. Komt ze in actie of niet? Kiest ze voor verbinding of niet? Er is geen goed, er is geen fout. Er is alleen een consequentie. Wij de engelen, wij zullen de mens altijd blijven steunen. Wij wijzen niemand af. Het recht. Het recht viert absoluut zegen. Dat kan niet anders. Dat gaat gebeuren. En de landen die zich in het nest van het duister bevinden, zij houden hun bevolking nu bezig. Zij zorgen voor afleiding en ze zorgen voor angst. Bij mijn vorige boodschap gaf ik het al aan. Brood en spelen. En dat is wat ik dan ook nu opnieuw voor jou herhaal. Brood en spelen. Echter, de wereld bestaat uit meer dan alleen de landen van het duister. Zij die zich op de troon hebben geheven en zich boven de mensheid hebben genesteld. Zij hebben zich daar gesetteld. Zij worden van hun troon verstoten en verliezen soms ook letterlijk hun kroon. Er wordt nu in een hoog tempo opgeruimd. Opgeruimd door de strijders van het licht. Over heel de wereld. De fase van vrede, ze brengt onrust, chaos en veel vragen met zich mee. Maar wees gerust. Wanneer de mist is opgetrokken, wordt alles helder en duidelijk. Veel mensen op de aarde, zij merken spirituele groei. En dat hoort ook zo. De trilling is immers verhoogd. Het licht in de mens gaat feller schijnen. En de mens mag terug gaan keren naar haar oorspronkelijke trillingsfrequenties. En dat kan soms wel magisch aanvoelen. In elk geval bijzonder. Het is dan ook nodig om... Wacht even, een hele rare zin. Het is haast magisch en bijzonder. Dat is ook nodig om de kennis en überhaupt het kunnen openstaan voor nieuwe technieken mogelijkheden toe te laten. Jeetje, die Razia heeft wel een hele lastige zin geschreven voor mij. Ik hoop wel dat je me snapt. Het is vanaf nu namelijk volle kracht vooruit. Ik zou zeggen in het Engels, eye on the target en volle kracht vooruit.
Grote gebeurtenissen en verschuivingen vinden plaats over heel de aarde. Op elk level. Grote opruimingsfases zijn opnieuw gestart. Het rechtssysteem, ja, dat rechtssysteem, dat verandert. En dat gaat openlijk veranderen. En het is gestart. Nog niet in elk land. In verschillende landen is het nieuwe rechtssysteem van kracht en duidelijk zichtbaar. Hier heeft het duister geen grip meer. Het rechtssysteem en het geldsysteem, zij staan op het punt om te keren. Achter de schermen zijn ze al gekeerd. Voor de schermen duurt het niet lang meer. Grote spelers van het duister en dadelijk ook van het licht, zullen kenbaar gemaakt worden. En de bevolking mag middels gebeurtenissen zijn of haar logische verstand gaan gebruiken. En ze mogen in beweging gaan komen. De schoonmaak is begonnen, openlijk. Over heel de wereld. Maar ook in elk mens zelf. Het is geactiveerd. Houd ook in jezelf de grote schoonmaak. Oude gedachtepatronen. Patronen. Oude patronen, gedachtepatronen en gewone patronen. Zeg ik nou twee keer hetzelfde? Maakt niet uit. Het mag verbroken worden. Je mag het los gaan laten. De schoonmaak in jezelf mag plaatsvinden. Geef jezelf rust, kalmte en ruimte. Dit is nodig zodat alle negatieve energie die aan jou is blijven plakken, kan verdwijnen. Ga mediteren. Trek je terug als het nodig is. Hoe dan ook, steek niet je kop in het zand. De mens die namelijk denkt haar kop in het zand te kunnen stoppen of misschien wel wilt stoppen, adviseren wij om zich even terug te trekken. Wij de engelen, wij nodigen iedereen uit. Wij adviseren iedereen die het gevoel heeft dat hij het even niet meer aan kan op dit moment. Om zich terug te trekken. Om zijn of haar innerlijke groei toe te laten. Om zijn of haar intuïtie meer aandacht te geven. Waardoor het toelaten van spiritualiteit eenvoudiger zal mogen plaatsvinden. Want zij mogen leren. Zij mogen leren dat het steken van je kop in het zand eigenlijk oud aangeleerd gedrag blijkt te zijn. Dat dadelijk niet meer nodig is. Dat gedrag past bij het hier en nu. En dat mag je gaan loslaten. Want in de toekomst heb je dat niet meer nodig. Wij engelen, wij willen de mensheid op de aarde eraan laten herinneren dat eens de mens verbonden is met elkaar, ze oersterk is. De kracht van verbinding, een van de superkrachten van het mens zijn, en het stralen van licht zijn zaken die nu op dit moment in deze fase van vrede nodig zijn. Blijf vertrouwen in jezelf. Blijf vertrouwen op het universum. Verandering komt eraan. Gerechtigheid vindt
plaats. Dit is de boodschap die aartsengel Raziel mij vanochtend is komen brengen. Al kom ik soms niet uit mijn woorden, als heb ik soms iets weer met spelfouten opgeschreven, dat gebeurt wel vaker, want het is eigenlijk automatisch schrift waarmee ik de boodschappen van Raziel ontvang. En dat betekent dat ik eigenlijk direct opschrijf of typ op dat toetsenbord hier wat hij mij doorgeeft. En daarbij let ik niet op spelfouten en daarbij lees ik nog niet eens bewust de woorden. Dat doe ik hier samen met jou tegelijk. En daardoor kom ik af en toe niet uit mijn woorden. Nou, in elk geval, dit is de boodschap van aartsengel Raziel. Ik ben heel benieuwd welke gebeurtenissen elkaar mogen gaan opvolgen. Raziel geeft dus aan dat ik de boodschap, en jij ook de boodschap, mag zien alsof er in een domino-effect gebeurtenissen plaats gaan vinden. En zo zal ik dat dan ook zien. Wetende dat heel veel zaken buiten het zichtveld van mij als mens plaats zullen vinden. Maar ik hoop ook dat jij de moeite neemt om soms toch iets van het advies van de engelen over te nemen of ermee aan de slag te gaan. En in dit geval, ik weet niet of het jou is opgevallen, maar voor mij klonk het toch wel als een heel belangrijk bericht. Dat was die schoonmaak in mijzelf. Schoonmaak in jouzelf. Dus als jij, net als ik, je wilt voorbereiden op die mooie toekomst waar wij toch iedere keer een stapje dichterbij komen, ja, dan is het voor jou en mij misschien inderdaad wel heel interessant om middels meditatie, om middels allerlei rituelen die je kunt doen, je te ontdoen van negatieve energieën die aan ons mensen zijn blijven plakken. Wat moet je doen? Heel veel van jullie weten precies wat je moet doen of kunt doen. Is het allemaal helemaal nieuw voor jou? Vind je het nog allemaal een beetje spannend, dat spirituele gebied? Dan snap ik dat best wel hoor. Ieder in zijn eigen tempo. Maar kijk dan of je een paar mooie kristallen al eens bij je kunt dragen. Steek dan eens wat wierook op. Ga dan met allerlei geuren eens aan de slag. Kies er dan voor om eens een geleide meditatie te volgen. Kies er eens voor om eens 10 minuutjes in stilte op een rustig plekje te zitten. Even helemaal niks. Doe jezelf een plezier als je een badkuip hebt en mik daar eens een wat de hoeveelheid, weet ik hoeveel, zout in bijvoorbeeld. We zijn allerlei manieren waarop je jezelf kunt ontdoen van vervelende energieën. Vind je het fijn om een energetische behandeling te ondergaan? Doe dat dan. Er zijn genoeg lichtwerkers om jou heen in de buurt die jou daar met veel plezier bij zullen helpen. In elk geval, hoe dan ook, neem dat woordje schoonmaak serieus. Niet alleen om nieuwsgierig te zijn en te kijken wat gaat er in die wereld allemaal gebeuren en jij blijft lekker zitten en je doet helemaal niks. Nou, dat zou ik je niet adviseren. Ik zou je dan adviseren om je voor te bereiden. En dat voorbereiden kun je onder andere ook doen door jezelf energetisch te zuiveren. En als je het niet zelf kan, dan ga je maar naar iemand toe die jou daarbij kan helpen. Lichtwerkers zijn er overal, dus zeker ook bij jou in de buurt. En daarnaast is het ook heel fijn, zodat je weet van, ik kan bij iemand terecht, die kan mij helpen, die kan mij ondersteunen. Welke tips kan die mij nog geven of net niet? In elk geval, dit was de boodschap van Raziel, van mij, via mij, niet van mij, van Raziel, via mij, voor jou. Doe er je voordeel mee. En nogmaals, ik herhaal het even, ik zei het al aan het begin, Raziel nodigt ons vaak uit om even een aantal filmpjes terug te bekijken, want weet je dat jouw bewustwording altijd groeit? Ja, dat groeit altijd. Jij bent een mens, dat is dynamisch, dat is allemaal energie in beweging. Dus iedereen groeit en jij dus ook. Dus doe jezelf een plezier. Kijk eens naar een filmpje van een jaar geleden. Misschien zitten er nieuwe dingen in waar je mee resoneert. Kijk eens naar het filmpje van vorige week, van 3 weken geleden of weet ik van wanneer.
Maar kijk eens of het met je resoneert. De filmpjes van Raziel kun je dus meerdere malen bekijken. Nou, dit was hem dus voor deze week van mij voor jou. Ik zie je graag terug de volgende week. Kijk op YouTube, daar staat alles voor jou keurig onder elkaar. Voor nu, tot ziens en graag tot de volgende. Doei doei!